dit parcours. Met dat extra loopstukje dat hem zeker en vast niet slecht uitkwam. Ja, de wedstrijd moet altijd eerst gereden worden. Maar ik had Klaas vandaag toch eigenlijk als favoriet gezet voor te winnen. Omdat ja, ik kan dit gewoon en hij weet toch waar dat mee bezig is. Als je ziet, hier gaat Kevin voorbij Tom gegaan en toch een paar metertjes. Dus Kevin is op de hellende strook misschien, als hem op dreef is, iets beter. Dus misschien dat Kevin hier nog wel met de tweede plaats aan de halen gaat. Applaus voor hem. En hier zit Tom weer te sukkelen, gelijk bij ronde daarvoor. Opspringen, afspringen. En dat zijn meters die je opnieuw moet goed maken. Dus, ja, en Kevin gaat niet wachten. Hè. En daar komt Sven al aan, dus dan moet Tom nog oppassen voor zijn derde plaats misschien. En dit is een zenuwachtige manager van de ploeg, maar die gaat hier zijn tweede grote overwinning van het seizoen pakken. En dan nog een tweede plaats met Kevin. Dus dat is toch een heel mooi resultaat van de ploeg. Hoor. Ja, en met zijn jeugdploeg stond hij hier op het podium bij de nieuwelingen op 1, 2 en 3. En bij de juniors ook al iemand op het podium. Ja, en Chris, wat zie jij nog? Jurgen Metbergen, hoe gaat het er weer mee? Het is niet te houden nu, Het is niet te houden. Meer woorden zijn daar niet voor nodig. Nee, we zagen het in beeld ook. Hij zag er een beetje zenuwachtig uit. Maar er is geen reden meer om te panikeren. Er kan Klaas van Tornhout nog weinig overkomen. En loopt het fout wel, dan gaat hij Kevin Pauwels de overwinning pakken. Voorlopig 1 van Tornhout, 2 Pauwels, 3 Meeuwsen. En daar is Sven Nys al. Sven Nys ziet Meeuwsen en die gaat toch proberen dat podium te pakken. En ik zie hem nog in staat dat te doen ook. Dat is niet alleen voor de eer, dat is op dat podium willen staan. En vooral die superprestigepunten die ook nog zo belangrijk zijn. Ja, en Sven is ook geen trage aan de meet en Tom ook niet. Maar Tom zit mentaal een beetje minder nu. Omdat hij Pauwels moet laten rijden. En dan komt er nog in één keer een Sven Nys aan voor de derde plaats. En dat Tom echt niet meer genoeg gehoopt. Dus dan is het mentaal bij Tom misschien ook wel een beetje helemaal op. Ik zie Sven nog derde worden. Hoor. Maar hij heeft gedaan met dalen, heeft gedaan met klimmen. Nu nog rechtdoor, 1 haakse bocht naar rechts. En dan wacht de finish. Hier Sven Nys en Tom Meeuwsen. Arme Tom Meeuwsen, hij verdiende meer. Maar chapeau dan toch wel voor Sven Nys en voor zijn wilskracht om terug te keren. En hij zit al te lachen. Jawel, jawel, jawel. Oh, wat is Klaas van Tornhout blij. En we blijven maar nieuwe winnaars voor de dag brengen dit jaar. We hadden al in klassementscross een overwinning voor Sven Nys. 1 voor Van der Haart, 1 voor Wout van Aert. 1 voor Mathieu van der Poel. 1 voor Kevin Pauwels. Eentje voor Tom Meeuwsen. En nu is het de beurt aan Klaas van Tornhout. En is het afgesproken? Uiteraard niet. Maar hij is hier wel de beste man in de wedstrijd. Klaas van Tornhout. Na 2 derde plaatsen, na een tweede plaats, nu eindelijk de beste hier in Gaveren. Hij is zo blij en oververdiend. De sterkste zonder meer vandaag hier in Gaveren. Klaas van Tornhout wint deze wedstrijd voor zijn ploegmaat Kevin Pauwels. En ik denk ook wel dat hij het beste de wedstrijd heeft ingedeeld. En dan Kevin tweede. En Thomas laat een klein beetje een kop hangen en Nys wordt hier toch nog mooi derde. Ja, Pauwels hier dus. Tweede plek. En belangrijke superprestigepunten. Derde plaats voor Sven Nys. Die pakt hier nog 13 punten. En vierde Tom Meeuwsen dus. En we gaan hier vele lijken hebben. Oh, wat is Tom Meeuwsen ontgoocheld. Ja, als je ziet, hij heeft tot bekend in de laatste ronde altijd op kop gereden. Eerst met Mathieu, dan met Klaas. Dan eigenlijk een beetje in de tank zitten. Maar echt gaten laten vallen is er niet gebeurd. De beste heeft denk ik gewonnen. Ja, en Tom Meeuwsen kan het Sven Nys niet verwijten. En Chris? Ik sta bij Tom Meeuwsen. Die heeft weinig zin om naar de interviewtent te komen, denk ik. Ja, skloten. Wat moet ik doen? Wat liep er mis, jongen, in die laatste ronde? Wat liep er mis? Eerst een beetje ploeg gespeeld.